Dat is Marianne, even zoeken. Goedemiddag. Ik ben mezelf even aan het zoeken op mijn iPad. Krijg me nog niet gevonden. Ah, ja. Goedemiddag. Geluid uitzetten. Een verkeerde kant. Zo, ja. Nou, kijken of er nog meer. Of er al kijkers komen. Ik zie er al 4. Even mijn opmerkingen. Ja, gevonden. Ja. Kijk. 14 stuks. Nou, kijk eens aan. Dat is leuk. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. En live verzorgd in de Jeanine's Mindfield Art Collection Inspiration Groep. Ik kort het af naar JMA. Dat vinden jullie wel goed, hè? De zon mond vol. Ik heb al mijn spulletjes hier voor me liggen. Uit de laatste collectie. Heel erg mooi. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Hoi Paula. Ik zie al wat bekenden binnenkomen. Gezellig. Op deze druilerige dag. Nou, dan maken we er zelf maar een leuk feestje van, toch? Ja, goedemiddag. Nou, ik wacht nog heel eventjes tot er nog meer binnenkomen. Ja, ik zie al wel dat er lekker veel al mij gevonden hebben. Nou, de JMA-collectie. Die bestaat uit 4 matstencils. Dat weten jullie misschien al. Vanochtend is Marianne al geweest. Nou, nu mag ik het doen. En dan komen er, Janine komt nog om 4:30 en Rianne komt om 7:30 nog. Goedemiddag allemaal. En er horen ook nog 4 stempels zetten bij. 2 grotere en wat 2 kleinere. En er zit van allerlei leuke dingetjes bij. Zo leuk. Echt. En overal zit de tekst bij en een bloem. Hier zitten blaadjes en nog wat spetters bij. Een vlinder, randjes, een halve mandala. Deze heb ik nog niet gebruikt. Daar zit ook een bloem bij en ook weer de teksten. Ja, er zit gewoon van alles bij. Een handtekening zit erbij. En deze, ook een hele mooie bloem. En ja, ook weer allemaal leuke dingetjes zitten erbij. Helemaal top. Althans, vind ik. Nou, deze, daar mag ik vanmiddag mee gaan werken. In combinatie met deze mooie mastencil. Deze andere 3, die leg ik even aan de kant. Hallo. Hoi, hoi. Maria zie ik, José zie ik. Leuk, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, het is echt ja, een prachtige collectie, inderdaad. Ja, ik ben er ook helemaal, ja, ik vind het echt heel leuk. Kijk toch eens, leuke tekst. Een postkaart, zeg maar. Lieve dames, ik hoop er nu bij te kunnen blijven. Oh! Vanwege mijn zus, oké. Ja, nou. Even kijken. Deze die leg ik ook aan de kant en die ook. En ik ga dus met deze en deze ga ik aan de gang. Die leg ik even apart. Die andere. De mastencil. Dat is de JMA ES Mask 42. Met deze ga ik aan het werk. En ik ga met... Die leg ik even zo erop. Dan glinstert het misschien minder. En ik mag met deze mooie viooltjes aan het werk. Misschien hebben jullie de viooltjes van mij al voorbij zien komen. Mijn kunst- en vliegwerk. En dit is dan de set JMA ES Stamp 67. De viooltjes met van alles erbij. Ja, is dat. Ik mag deze set trouwens ook een keertje weggeven aan iemand van jullie onder de kijkers. Even kijken.
Kijk, ik ben er nu al zeker van dat het super mooi wordt. Nou, ik er nog niet op. Maar we zullen het zien. We doen ons best, hè. Even kijken. Ik heb natuurlijk al wel wat voorbereiding gedaan, dus dat wel. Ik wil eigenlijk ook nog wel wat laten zien aan jullie. Ik heb bijvoorbeeld deze al wel gemaakt. Dan pak ik het toch maar weer even terug bij. Ritsel, ritsel. Even kijken, dit is de... Die heb ik met deze set gedaan. Zo leuk. En dan ook met deze mastencil. Ja, ik hoorde het van Janine van de week ook al. Het is ook echt mijn favoriet. Ja, ik vind hem zo mixed media ook eigenlijk. Dus die had ik er alles mee gemaakt. En dan heb ik hier nog de mooie bloem. De roos bedoel ik. Dat is deze. Die heb ik ook al meegemaakt. Zo tof. En ik heb deze, de viooltjes, op een hele andere manier. Ik heb dus de viooltjes heb ik gewoon als losse bloemetjes gebruikt. En die heb ik verhoogd met 3D foam. En de vlindertjes, kijk, die heb ik dus ook verhoogd. Daar heb ik, ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Maar die heb ik dus eerst gestempeld. En nog eens een keer uitgeknipt. En de... voelsprietjes heb ik dus niet mee uitgeknipt, maar gestempeld. Want dat uitknippen, ja, dat wordt helemaal niet mooi, vind ik. Dus daarom heb ik het eerst gestempeld en daarna erop geplakt. Ja. Dus op die manier. En daar heb ik dus ook weer de mooie ronde cirkels erachter gebruikt. Deze, die heb ik de waterkommer, heb ik met waterkommer gedaan. Als je zegt van, oh, die vind ik wel leuk en ik wil dat ook eens proberen. Ik heb er een filmpje van gemaakt en die kunnen jullie vinden op mijn eigen YouTube-kanaal. Het is een filmpje van, nou, goed 10 minuten. Je kunt hem ook wel zelf wat langzamer zetten, maar dan moet je wel het geluid uitzetten, want ik heb er een muziekje bij gemaakt. Maar die kunnen jullie vinden onder YouTube-kanaal Anita van Marode. Daar heb ik hem op staan. Dus mochten jullie interesse hebben... Altijd welkom op mijn YouTube kanaal. Ja, daarom, bij mij gaan die voelsprietjes ook eraf. Dus daarom doe ik hem eerst stempelen. En daarna het plaatje nog eens op apart papier stempelen, uitknippen. Ja, eerst bewerken met een kleurtje, uitknippen en dan nog eens opplakken. Je kunt ze ook plat plakken, maar ik vond het zo leuk om dat gewoon ja, overeind te zetten, zeg maar. Dus, die... nou, deze heb ik dus laten zien. Ik ga het ongeveer vandaag op deze manier te werk. Ik heb hem ook al even kijken uitgeknipt. En dan leg ik dit eventjes uit mijn zicht. En deze ook uit mijn zicht. Die kan aan de kant. De viooltjes, die heb ik dus uitgeknipt. Het is best wel een beetje bewerkelijk om te knippen. Je kan het natuurlijk met een gewoon schaartje knippen, maar je kan het ook met een ander soort schaartje knippen. Zorg wel dat je het op een 200 gram, als je dus met waterkommer wil werken, zorg dan wel dat je dus op 200 gram werkt en niet op 300 gram, want dat is zo lastig knippen. Maar zeg je van, oh jee, toch al die losse onderdeeltjes, ja, die kun je eruit snijden, dat vind ik toch helemaal niks. Dan heb ik nog iets anders bedacht. Kijk. Deze, die heb ik gewoon hierop gestempeld en gelijk met de watercolor set heb ik er omheen gewerkt. En ik heb daar gewoon, ja, dan laat ik dadelijk zien met flink wat water. Ik heb er zelfs met een poetsdoekje zo wat uitgeveegd, maar die heb ik dus rechtstreeks gedaan. Ik heb hem dus niet afgeplakt met een mask, maskeertape, want die heb ik ook nog. Dat kan wel, maar dat heb ik hier niet gedaan. En de bloemetjes heb ik ook allemaal weer met deze watercolor set gedaan. Dus dat kan ook, hè. Dus gewoon rechtstreeks erop stempelen. Kan ook. En dan tussendoor heb ik dat ook nog zo gekleurd. Dus dit. Nee, dat snap ik. Het is best lastig om uit te knippen. Deze die zijn dus minder lastig om uit te knippen. Dat kan ook. Maar op deze manier kan je het ook gewoon doen. Wat ik ook nog iets wil laten zien. Allemaal tips en trucs. Ik hoop niet dat ik jullie overspoel vandaag met tips en trucs. En anders kan je het altijd terugkijken. Hè? Kijk, dit is dat maskeerpapier. Waar je dus op kan plakken. Ik zal even kijken waar ik een beginnetje heb.
Kijk. Dan kan je het er gewoon hier opplakken. En dan kan je ook weer terugplakken. Net als, ik heb bijvoorbeeld hier. Dacht ik van, nou, ik weet niet goed hoe ik wil werken. Dus ik heb het gewoon alvast opgestempeld. En ik dacht, nou, dan ga ik dus hier alvast allemaal bewerken. En dan weet ik precies hoe het mijn bloem komt. En dan kun je het naar de hand dus nog opplakken. Zo, zeg maar. Kijk, dat kan ook nog. Ook alweer een tip en truc. Zo, dat is wel te zien, hè? Dat. Allemaal tips en trucs. Even kijken. Ja, dat is leuk. Mixed Made is voor mij nieuw. Nee. Is nieuw voor mij, maar heb er nog niet aan willen zetten, omdat het moeilijk lijkt. Het is niet moeilijk. Het is echt... ja, ik snap het wel, want dat je dat moeilijk vindt. Ik vind het, in het begin had ik ook zoiets van, dat durf ik niet. Maar het is echt loslaten. Loslaten en proberen. Het kan niet, ja, niet altijd, nee, het kan niet zo mislukken. En mislukt het, ja, dan gaat bij mij de prullenmand in. Maar ja, goed, ik moet zeggen, val best mee. Maar het is inderdaad zo oefenen. Het is oefenen, oefenen, blijf oefenen. Ja, en je kunt ook altijd terugkijken, hè, de live-uitzendingen, hè, dan even op stop zetten en dat soort dingetjes. Dat kan altijd. Even kijken, dus dat. Nou, die leg ik ook apart. Oh ja, wat ik ook nog wil zeggen, de maskeertape, papier. Ik heb dan van die A4-vellen, die heb je ook volgens mij op rolletjes zitten. Zorg wel dat je binnen het lijntje knipt. Niet over het lijntje, want anders ga je dus, als je dus over het randje gaat, dan krijg je dus hier een wit randje. Als je dit dus opplakt en je gaat het bewerken en je hebt het dus over het randje gedaan, dan krijg je dus hier langs een wit randje. Dus zorg dat je dus of binnen de zwarte stempellijn knipt of op de zwarte stempellijn knipt, anders krijg je echt wit. Ja, dat is niet zo mooi om het eerlijk te zeggen. Ik moet zeggen, ik had de eerste keer dat dus fout gedaan. En dan blijf je het beter onthouden als je het zelf fout doet. Als je het hoort, dan vergeet je het makkelijker dan dat je het zelf een keer fout doet. Maar goed, daar leer je van, hè. Ik bedoel, dat is helemaal niet erg. En toen had ik sowieso, oh ja, dat is fout. Oké, nou. Allemaal even te zagen. Ik ga nu... beginnen. Ik pak het uit het... Ik wil jullie dus... kijk. Uit deze aardjournaal, 300 grams, wil ik gaan werken. Dus op dit papier, zeg maar. Daar ga ik op werken. Ja. Is nog wel te volgen, denk ik zo, hè? Ja. Nou, allemaal welkom naar mijn filmpjes. Deze die leg ik ook heel eventjes apart. Die lijm ik straks op mijn werkje. En deze. Mijn schaartje even apart. Deze ook eventjes aan de kant. Nou, ik ga mijn watervol wat doen. Ik leg nog een papiertje, een keukenrol. Want ik wil niet hebben dat de achterkant vies wordt. Dus dit absorbeert. Dus dan kan ik beter met water werken. Ik pak de spraybottle erbij. Die gebruik ik erbij. En de watercolor set van JMA. De 01, de watercolor set. Die ga ik gebruiken. Hallo allemaal. Nou, ik ben nog niet begonnen. Ik heb alleen nog wat tips en trucs gegeven. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan kan je er altijd terugkijken, hè, van het begin. Ik ga dus werken... Met deze twee, voor degenen die nog binnenkomen. Even kijken, dit is de mask. En dit is de viooltjes. Stempelset, met van alles de leuke dingetjes erbij. Echt, ja, heel mooi. Ja, nog geen aardjournaal. Map. Ja, dat is een inderdaad, waar je in dingen in doet. Deze, die heeft bijvoorbeeld...
ja, waar je eigen creaties in maakt. Hè? Deze heeft bijvoorbeeld, even kijken even op cijfer dat je vervies wordt. Ik moet de buitenkant ook nog eens een keer maken. Deze heeft bijvoorbeeld 300 gram witte. En even kijken, daar zitten mijn werkjes in. Oudere werkjes. Ik heb het allemaal wel van JMA heb ik hierin gemaakt. Ik doe het nou even snel in bladeren nog. Dit zijn de witte versies. En je hebt er ook zwart papier in. Daar wil ik eigenlijk ook nog iets mee bloemen eens een keer op doen. Met embossingpoeder. En er zit kraft in. Maar je hebt bijvoorbeeld ook andere, hè, met alleen wit erin. En dat is allemaal watercolor papier wat erin zit. Dus je kan het gewoon heel goed bewerken, zeg maar. Deze is de, ja, kijk hier, 15 witte, 5 kracht, 5 zwarte, 300 gram papier, 17 keer 17 zijn de, hoe heet dat? De papiertjes. Even mijn loge even uit doen, dan weet ik in ieder geval hoeveel tijd dat ik heb. Even mijn loge erbij neerleggen, kijk. We zijn een kwartiertje onderweg, dus ik wil het dan wel een beetje goed in de gaten houden. Zo, weer aan de kant. Maakt niet uit. Dus de achtergrond wilde ik nu doen. Deze die leg ik ook aan de kant. Ik leg deze een beetje naast mij. Die ga ik eerst bewerken met paars. Want ik heb de bloemen heb ik al. Hè? Deze die wil ik er dus straks op gaan plakken. Die wil ik dus gaan bewerken. Een beetje mijn papier in beeld. Dit gaat ik even. Kijk, de kleurenwaaier. Kun je ook een kleurenwaaier maken? Het zijn echt hele mooie kleuren. Oh, mijn. Ik denk mijn. Hoe heet dat? Ja, zo. Dus dat. Die doe ik even opzij. Er zitten er 2 van die waterpennen in. Ik heb er zelf nog wel eentje erbij gekocht. En dat is de hele fijne de Wend. Die vind ik wel. Ja, die is ook wel heel fijn om erbij te hebben nog, want deze punten zijn iets breder dan deze. Kijk, om dat zo mooi bij elkaar te hebben. Ja, mooie kleurtjes. Ja, nou, de Vion kleurtjes, die heb ik dus met, ben ik in beeld dan mee? Ja, hè? Die heb ik dus in de de Devotion en de Mystery. Deze 2 heb ik gebruikt. Je kunt ook wel zien, hè? Die zijn al wel best wel gebruikt. En deze heb ik niet gebruikt, maar die gebruik ik voor de achtergrond. Deze 3, daar ga ik mee werken. Dit is geen De Wend, hè? Dit is van Studio Light. Het is de, hoe heet dat? De watercolor set van Janine's Mindfold Art Collection, de JMA, van Studio Light. Daar werk ik mee. Ja, ja, het zijn mooie kleurtjes. Maar deze, ja, in het geel vind ik hem ook wel leuk. Kijk, in het geel. Dit is een andere soort techniek waar ik mee gewerkt heb dan deze. Ik heb hier eerst geel gemaakt en daarna in het midden oranje. En deze ben ik echt van buitenuit naar binnen lichter gaan werken. Dus dat is echt, ja, anders, zeg maar. Maar ja, wat je zelf prettig bij voelt, hè? Wat je zelf mooi vindt. Deze is wat sneller klaar, zeg maar. Maar alleen, ik moet deze nog wel afwerken, hoor. Ja, je kan later terugkijken. Nog een fijne verjaardag, Ingrid. Maar je kan later terugkijken, hoor. Het blijft in de groep. Oké, dus deze. Dus dat wil ik dus gaan doen. Die leg ik dus even aan de kant, want ik ga eerst de achtergrond maken. Nou, ik ga eerst het nat maken en ik werk met de grote, even de dopjes eruit, dan worden die ook niet nattig, met de grote. Nou, ik ga mijn papier, mijn watercolor papier maak ik ook nat. Ik ga zo werken en dan doe ik gewoon nat maken. Ik heb wel een paar keukenrolpapiertjes nodig, omdat ik best wel mee nat werk. Nog in beeld zijn, ja. Even kijken, nog reacties. Ha, dankjewel, dat zal alle 2 mooi zijn. Dankjewel, Ria. Ja, gewoon een beetje uitproberen, hè, wat leuk is. Wat je zelf mooi vindt, hè. In ieder geval, ik ga nu de ondergrond maken. Oh, daar heb ik al iets zitten. Dat was niet de bedoeling. Probeer hem nog een beetje weg te doen.
Ik, als ik het nat maak, nou, kan je het toch nog een beetje wegkrijgen. Zie je dat? Als je zegt van, oh, dat vind ik te erg. Pak een stukje keukenrol, dep het af en het is weer wel weg. En dan vind ik, hé, dat is niet zo erg. Maar als je het echt niet wil, dat is ook met inkleuren, hè. Als je het te donker vindt en het is nog nat, dep het dan eventjes met een keukenrolletje af. En dan wordt het weer lichter. Wat een info. Jullie zullen wel denken, poeh. Oh, nou, dankjewel, Ria, Maria, dat ik de uitleg duidelijk doe. Nou, vind ik heel leuk te horen. Ja. Even kijken verder. Nou, het is nou weer wat droog geworden, dus ik maak het gewoon nat. Je kan het ook gewoon op je napjes, nopjes, wat het ook heet, kan je het ook gewoon water doen, hè. Het droogt vrij snel. Kijk. Dan denk je van, oeh, bah, dit is zo kringelig. Klopt. Maar ik ga het nog veel natter maken. En dan laat ik het zo, hou ik het schuin. Want ik wil het in een beetje in deze lijn hebben. En laat ik het lopen op mijn keukenpapier. Kijk, even een beetje zo laten lopen. Is dat te zien? Ja, hè? En dan laat ik het weer wat teruglopen, zodat dat... ja, die lijnen wat weggaan, zeg maar. Ja, vind ik het te donker? Nou, dat doe ik gewoon zo, hè. En dan wordt het gelijk weer lichter. Zie, dat is wat ik bedoel. Nou, hier is de zelfs alweer af. Nou, een heat tool is ook wel handig, hè. Dadelijk om het te drogen. Ik ga gewoon slinger door slanger gewoon er wat aanbrengen. En hier ook nog. Gewoon doen. En dan hop, komt die spraybottel weer aan te pas. En dan nat maken. Kijk, en dan krijg je toch een heel apart effect. En het mag ook wel, als het wat droger is, mag je best wel die waterkringen zien. Dat vind ik ook wel leuk. Zo, ik denk dat ik het zo wel heb. En dan ga ik het nu met de heat tool op. En dan kan ik het altijd, als het... Mijn heat tool zit in de knoop, zie ik even. Die zit onder mijn andere lijn. Ja, even mijn heat tool goed doen. Hoor. Nou zit hij nog in de knoop. Uh-oh. Even mijn heat tool goed doen. Hoor. Hij zit over een snoer, over een snoer, over een snoer. Ja, ik heb hem. Ja. Het lijkt zo eenvoudig, ja. Gewoon proberen, echt oefenen, oefenen, oefenen. En weet je wat is? Je gaat hem nog helemaal bewerken, hè. Je gaat hem nog helemaal bewerken, dus uiteindelijk komt er nog een bloem op. Nog van alles erop, dus ja. Het wordt samen één geheel, hè. Kijk, even wat extra druppels wegdoen. Ik zal hem even in mijn hand houden, zodat de onderkant ook droger wordt. Kijk, daar heb ik al wat kringetjes. En daar heb ik straks nog een leuk koekje voor. Dat vond ik wel heel leuk. Zo, kijk eens hoe mooie kleuren. Nou heb ik eigenlijk nog maar twee gebruikt. Twee kleurtjes heb ik maar gebruikt. Dus kijk hoe mooi die kleuren. En ze mengen ook wat, hè? De waterkolorkleuren. De achterkant om het bobbelen wat weer weg te krijgen. Maar hoe droger dat hij wordt, hoe beter dat hij weer recht trekt, hoor. En als je de volgende dag kijkt, dan is hij eigenlijk weer best wel plat. En als je het dus in je mapje terugstopt, dan wordt het gewoon platter. Oh, waar je schoonmoeder wil. Ja. Leuk, misschien kun je schoonmoeder het ook wel leuk. Gezellig. Nou, eens even kijken. En maaskensel. Nou, nog een beetje drogen. Nou, even kijken, vind ik het goed zo. Omdat ik die bloem al gemaakt heb, kan ik er eventjes al
bijleggen van, is het goed zo? Ja, ik vind het eigenlijk wel oké al. Ja, die is goed. Nou, even wat terugbuigen. Hier is nog wat nat, merk ik. Misschien toch maar heel eventjes nog een beetje bij doen. Ah ja, Sylvia. Ja. Sylvia is bij de... Oké. Even kijken of er nog vragen zijn of wat dan ook van jullie. Ik probeer zoveel mogelijk mee te kijken. Mocht ik wat over het hoofd hebben gezien, probeer ik altijd nog morgen. Het zal vandaag niet worden, denk ik. Maar ik probeer altijd nog eventjes terug te kijken. Nou, dit is al wel hetgeen wat ik voor ogen had. Mijn maalstencil. Daar ga ik nu mee aan het werk. Je kunt het natuurlijk met, even kijken nog, met distressoxide doen, met structuurpasta, van alles. Maar ik ga het nu met toch weer de watercolor doen. Alleen, dan moet je heel eventjes een beetje uitgebot zijn. Want ik wil daar, ik ga toch wel even een schoon droog papiertje pakken. Ik had er al een paar neergelegd. Zo. En dan ga ik met mijn maststencil, ga ik hem erop leggen. En dan wil ik hier zo graag een hoekje creëren. Ja. Even kijken, doe wat ik wil. Oh, even voelen of ik hem goed heb. Ja. En dan doe ik de paarse, doe ik niet al te nat. En dan ga ik gewoon goed vasthouden. Naar beneden duwen. Je kunt ook, hoe noem je dat, de vazen, of van andere merken zijn ze ook, de magneetplaat gebruiken om hem vast te leggen. Hè? Dat kan ook. Die heb ik nou niet in de buurt gepakt, maar dat kan eventueel wel. Even kijken. Oeps, te laat. Nou, je kan altijd terugkijken, hè? Ingrid Vrijs. Ik ben inderdaad al eventjes begonnen. Ik heb het achtergrondje gemaakt. Even kijken waar ik zit. Ik zit daar. Hier doe ik dat. Het kan zijn dat het een beetje onder mijn stencil gaat. Maar daar is geen ramp. Tenminste, dat vind ik dan. Zo. Even een beetje spieken. Ja, het gaat goed. Het is vrij snel droog, hoor. Even kijken, toch een heel klein beetje nat maken. Maar dan doe ik hem wel hier wel eventjes wat af. Zo. En dan gewoon met de kwast die erbij zit, de waterbrus. Zonder water trouwens. Ik doe daar eigenlijk nooit geen water in, zelden. Doe ik hem, ik weet niet of ik met mijn hoofd ervoor zit. Nee, hè, met mijn haren. Nee, doe ik gewoon zo. Doe ik dat. Met een maalstencil. Dus even kijken. Vind ik het al goed zo? Ja, vind het al goed zo. Kijk, dan heb je daar al een hoekje. Dat wil ik hier met de spetters doen. Dan ga ik hier de spetters nog aan toevoegen. Ja, die wil ik daar hebben. En die ga ik dan weer helemaal vullen. Goed vasthouden. Goed naar beneden houden. En gewoon eigenlijk maar inkleuren, hè, dat vakje. Dat is weer wat te droog. Ik heb ze een heel klein beetje water opsprayen. Ja. Ja. En ik wil dit nog straks nog wat meer gaan bewerken. Maar dat zal ik wel laten zien dadelijk. Niet alles tegelijk. Hè. Op zijn tijd. Dan ben ik weer te enthousiast. En dan denk ik, oh ja, maar ik wil nog laten zien waar je er nog meer mee kan doen. Maar alles in etappes. Op zijn tijd. Dankjewel. Ja, dus kijken wat je dan kan doen ook, hè. Is die al goed? Ja, die is ook al goed. En dan wil ik hier de andere dingetje nog aanbrengen. Maar dan moet die wel eerst droog zijn. Deze is nog niet droog. Dan ga ik dat uitvegen. Het is vrij donker paars, maar dat, ja, ik laat het dadelijk zien. Ik ga daar nog met een witte gelpen ga ik eromheen. En dat vind ik dan toch wel heel leuk. Ik wil daar deze nog hebben. Die wil ik toch daar nog bij hebben.
ga het daarop nog eventjes doen. Eventjes goed aanduwen. Ja, dat is een heel ander effect, hè. Ik kan op zoveel manieren iets doen eigenlijk. Is die oké? Ja, die is oké. Die wil ik ook daar nog hebben. Ik wil deze, die wil ik nog hieronder hebben. Een beetje te droog weer. Hups, nog een beetje water erop. Nou, is hij weer te nat, maar... Ja, niet te droog en niet te nat. Even kijken. Daar zit hij ook. En dan wil ik hier... wil ik deze ook nog wel daar hebben. En zo ga je dat allemaal opbouwen, hè? Zo, daar. Nou doe ik hem eventjes af. Schoonmaken, mijn maastencil en dit eventjes in het water schoonmaken. Zacht poetsen. En dan wil ik de maastencil schoonmaken. Dat doe ik dan eventjes met een goed doekje. Maar je kan het ook gewoon onder het water doen, hè. Ik wil uitkijken met deze. Want dit zijn echt heel kleine dingetjes wat kan rafelen. Dus daar moet je wel even mee voorzichtig mee zijn. Maar ik wil er nog meer mee doen. Dus ik doe het nou heel eventjes met een snoetenpoetser. Zodat ik hem dadelijk weer kan gebruiken. Kijk op dit. Zo, is hij al schoon? Ja, hè? Zo'n beetje wel. Nou, even kijken, zo is je wel zo'n beetje schoon. Deze wil ik ook nog met een andere kleurtje gaan verwerken. Maar nou niet met dit, maar met de Distress Oxide Violet. Deze die doe ik even aan de kant, want ik heb nu wel genoeg waterkommel gebruikt. Denk ik zomaar, ja. Dus nou pak ik de Distress Oxide erbij. Met de, ja, ik heb de inkblending tool van Vase Creatief genomen. Die is wat boller. Die is iets fijner dan de platte, zeg maar. Dus de bolle heb ik genomen. Maar voor dit bijvoorbeeld, ja, als je alleen dit randje wil gebruiken, is het heel handig om deze soort tooltjes te gebruiken. En Mixed Media Brush. Van Nelly Snelle. En dan een klein maatje. Ja, je hebt natuurlijk ook andere merken. Maar die van Nelly Snelle, die is ook gewoon heel fijn. En dan kun je zeg hem echt gedetailleerd aan het werk. Door alleen dit lijntje te pakken. Ja, dat is met dit natuurlijk wat lastiger. En er zijn hele fijne lijntjes. Met deze krijg je de kleur ook heel goed doorheen, zeg maar. Ik wil deze nu doen. En die wilde ik ook wat... Hier hebben. Is mijn maastencil wel goed schoon genoeg? Even een nieuw doekje pakken, want ik twijfel eraan. Bij twijfel altijd nog even een keer doen, toch? Zeggen ze. Nou, dan doen we dat. Er zit nog wel wat paars aan. Paars is niet lelijk, zeggen ze toch? Ja. Zo. Moet ik niet, oh kijk, zie, dan blijft er wat keukenrol aan hangen. Ja, het is handiger eigenlijk om daar gewoon even onder de kraan te doen, hè. Maar ja, dat gaat nou eventjes niet. Ja, het gaat wel, maar dan moet ik van mijn vlek weglopen. Zo. Maar het is wel een hele toffe. Ik ben er echt in mijn nopjes. Nou, die wil ik daar nog een wat hebben met de Distress Oxide. Dat is trouwens de Wilted Violet gebruik ik. Voor degene die dat graag wil. En dan gewoon ronde draaiende bewegingen maken. Kijk. Nu wil ik hier ook nog er doorheen hebben. Ha, ja, Treintje. Als je lekker aan het kleuren bent, ja, dan vergeet je de tijd, hè. Zeker waar. Helemaal mee eens.
daar wat er doorheen. En dan wil ik daar ook hier ook nog wat hebben. En zo, ja, gewoon spelenderwijs, wat je mooi vindt. Een beetje daar, een beetje hier. Even kijken, deze ziet er nog niet heel veel uit. Dus ik doe hem hier ook nog een stukje. Kijk, dan heb je daar ook alvast wat zitten. Dit veeg ik even nog wat schoon op een stukje keukenrol alvast. En even mijn maststensel weer wat schoonpoetsen. Even loosje kijken. Ja, nou dit zo dus. En dan wil ik ook nog wat stempeltjes aanbrengen, uiteraard. Dat doe ik even een stukje papier onderleggen. Heb ik die zo snel even van mijn tafel lopen nog. Van mijn plek. Even het kleverpapier pakken. Ik wil er eventjes hier een stempel doen. En dat doe ik met de Versa Claire. Ik heb trouwens de bloem heb ik ook met Versa Fine Claire zwart. Ja, Nocturne. Heb ik daar gedaan. Een acrylblokje erbij. Als het goed is heb ik die ook hier ergens liggen. Ja. En dan wil ik graag de... Hoe noem je dat? Wat is het? Een spetter op het... op het randje. Mooie kleur. Ja, ik vind zelf ook heel mooie kleur, om eerlijk te zeggen. Nou, deze die wil ik graag daar hebben. Ik doe het een beetje over de rand heen laten vallen. Even goed vasthouden. Ja, toch niet genoeg over de rand. Maar dat geeft niet, want daar heb ik weer een hulpmiddeltje voor. En dat is de Faber-Castell. Dan kun je zeg maar de randjes weer mee herstellen, zeg maar. Dan moet ik eventjes zo doen. Zo, dan heb ik hem bijgewerkt. Zo'n handig hulpmiddel om je stempels wat niet goed gepakt heeft, wat bij te werken. Ja, misschien is het nog niet zo mooi, maar het is de bedoeling dat het een mooi iets wordt, toch? En hier wil ik nog iets leuks bij doen. Kijk, en dan wil ik aan deze kant ook nog eentje doen. Die doe ik hier. Even vasthouden. Even met een doekje doe ik het even wat schoonpoetsen. Zo. Oh ja, ik heb hier nog iets liggen. Dan ligt rammelen, de stempelhulp. Je kunt de stempel natuurlijk ook heel handig. De bloemenstempel, hè, die komt hier straks. Kun je ook met de stempelhulp goed stempelen. Hè? Kennen jullie dat, de stempelhulp? Ik heb het allemaal erbij gelegd. Ik heb toevallig deze, de Stamp Easy van Fase. Je hebt er van allerlei merken, hè. Hier kan je heel handig je stempel in stempelen. Die zag ik ook nog in mijn ooghoek liggen. Oké, eventjes eraf weer. Ik wil nog andere leuks. Waar heb ik de... Oh ja, hier de stempels. De tekst wil ik ook nog daar, maar ik ga de eerste tekst doen, ja. Laat ik die eerst doen. De tekst wil ik er nog op hebben. Die kan je dus bijvoorbeeld met je stempelhulp doen. Maar ik gok het erop. Ik ga het gewoon doen. Ik heb mijn inkt net opengemaakt. Gisteren. Dus hij doet het gewoon goed. Nou zeg ik pech. Oeh, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, het gaat gewoon goed komen. Kijken of die goed nat is. Weet wel dat je deze inkt niet al te hard moet drukken. De gaatjes zitten daar, dus ik zit goed. Even naar me toe trekken om mensen. Ik wil wel een beetje recht stempelen. Ik kom zo weer terug in beeld hoor. Maar ik wil het hem eventjes goed stempelen. Kijk, nou staat hij er. De tekst staat er ook al op.
Super mooi. Find beauty in the little things. Ja. Dat is ook zo, toch? Deze kringeltjes zijn ook leuk. Ik zal eventjes erbij leggen. Het papier. Wat er allemaal op zit. Oh ja, kijk. Hier. Hier staat op wat er allemaal bij zit. Zal ik even eruit halen, want anders blinkt dat zo, hè? Kijk hier. Ik weet niet of het zo te zien is, maar die wil ik ook nog ergens gaan gebruiken. Die is ook zo mooi. Die heb ik hier liggen. Ook weer met zwart wil ik dat. Deze die gaat ook eventjes daar. Zwart. Die wil ik hier nog bij hebben. En dan nog een keer. Wil ik die een beetje over elkaar heen. En dan nog eentje die wat lichter is. Zo. En dat doe ik ook nog bovenaan. Wil ik hem ook hebben. En dan nog een keer. Een beetje over elkaar heen. En eentje die lichter is. Zo. Die wil ik daar. De stempel wil ik. Die leg ik even op de grond. Die zit allemaal te rammelen. Dan gaat hij op de grond, hè. Uitgerammeld. Ja, toch? Even kijken. Wat wilde ik nog meer? Deze, die spettertjes. Maar die wil ik dan met een andere kleur. Die vind ik ook zo leuk. Die kan ik ook wel uit mijn hand doen. Dat vind ik ook wel heel leuk. Die ga ik aan de kant zetten. En dan heb ik weer een andere. Aardappel, cactus flower. Heb ik daarvoor. Die doen we ook nog. En die wil ik dan hier wat hebben. Hier wat hebben. Die wil ik ook wel in een andere kleur zo dadelijk trouwens. Hier wat. En dan wil ik hem ook nog in de oxide kleur. Daar kan je ook gewoon mee stempelen. Hè? Een beetje afpoetsen weer. Ja. Ja, ik vind hem ook wel heel leuk hoor. Die wil ik daar hebben ook nog. En deze wil ik ook nog wat hier hebben. Zo. Maar ik wil mijn mama stencil. Die wil ik ook nog eventjes terug. Waar heb ik hem gelaten? Ah, onder mijn papiertje. Want ik wil ook nog deze. Die wil ik ook nog erbij doen. Even kijken. Nou. En dan ook weer met dat. Met mijn. Die wil ik hier ook nog wat erbij. Een beetje her en der wat dingetjes erbij. Nu wil ik daar ook nog eentje. Zo. En dan wil ik hem. Nee, even kijken nog. Hier wil ik hem ook nog. Deze. Wil ik er ook nog bij hebben. Nee. Anneke, je doet veel in drieën, dat klopt, daar is geen regel voor, maar het is wel een mooie zicht. Als je in oneven, het is een oneven, het is niet meer in drieën, maar het is in oneven werken. Dat is wel eigenlijk het mooiste, zeg maar. Oké, dit zo. En die laat ik ook even hier liggen en nou zoek ik mijn gel. Ja, kijk, daar heb ik de Signo, de Unibal Signo, wit. En dan wil ik eigenlijk de omlijning wil ik gaan omlijnen. Dat geeft een heel ander beeld ineens. Het hoeft niet precies, hè, zo eromheen priegelen. En dan gaat het eventjes heel anders eruit zien, vind ik. Daar komt het nog meer naar boven toe. Kijk op die manier. En dan ga ik dat ook met deze doen. Ik zit nou wel een beetje boven mij te werken. Dus ik weet niet helemaal of het heel netjes gaat. En dan ga ik hier nog eentje. En dan daar.
Hier nog een rondje. Kijk, hier ben ik gebleven. Hier zo. En even kijken. Deze bedoelde ik dat ik ook altijd zo doe. Yvonne Klaas, ik weet niet waar je eventjes bedoelt. Doe ik ook altijd. Dat geeft diepte, ja. Ja, gewoon op gevoel doen, ja, klopt. Hier wil ik dat ook doen. En ook met deze. Gewoon een beetje even naar mij toe trekken, hoor. Dan zie ik het wel beter. Eventjes ook nog een beetje hier wat. Witte dingetjes. Deze, die vond ik ook zo leuk. Daarom heb ik hem expres nog erbij gedaan. Want die vind ik wel heel leuk om dat te doen. Draai het even wat mee, hoor. Dan zie ik het wat beter. Gewoon eventjes met een witte pen er wat eromheen. Kijk. Ja, op gevoel doen. Ja, absoluut. Op gevoel doen. En af en toe erbij leggen, hè. Van, oh, gaat dat goed komen zo? Ja, gaat wel goed komen zo. Ja, klopt. Even kijken, waar was ik? Oh ja, hier. En dan wil ik eigenlijk met al deze dingetjes, wil ik dat zo doen. Zodat het een andere iets krijgt, een andere aanzicht, diepte, wat, hoe je het ook benoemen wil. Zo, dan even kijken waar nog meer. Hier heb ik nog een lijn die ik wil doen. Ja, wordt het super mooi, dankjewel. En hier nog. Kijk. En hier ga ik er nog wat omheen. Het hoeven geen rechte lijnen te zijn, hè? Een beetje eromheen werken. Zo. Zo, en dan kan je hier, zeg maar, hier heb ik die kringetjes lopen. Dat is wat ik bedoelde. En dan kan ik hier ook weer wat zo eromheen werken. En hier loopt er eentje. En de punt kun je dan ook wat zachter doen. Dus niet te hard op duwen. Dan krijg je wat dunnere lijntjes. En zo kan je dat allemaal doen. Je kan het dan hier ook doen. En hier. Dan kan je hem ook nog zo pakken. Wat je zelf wil, hè. Wat je mooi vindt. En zo, ja, ontstaat er steeds meer een geheel van je bladzijde. Gewoon lekker bezig zijn. Dan wordt het altijd wel iets leuks, toch? Zoiets. Kijk, even de pad bijhouden, ja. Even kijken, dan wil ik ook nog wat spetters. Oh ja, zou ik hier ook nog iets doen? Ja, hè? Hier hoort ook nog iets, hè? Vinden jullie niet? Ja, toch? Ja, ik ga daar ook nog iets doen. Ik kan wel even laten zien, want het gaat ook wat om de techniek, hè. Kan ik hier wel eventjes wat doen, hè, met deze. Ik leg er even weer een papiertje eronder. En welke kleur zal ik nemen? Ik pak deze. Kijk, eventjes vasthouden. En dan schuif ik hem wat op. En dan doe ik een andere lengte weer ernaast. En dan schuif ik hem weer naar onderen toe. En dan heb je zoiets. Een beetje, misschien niet te veel. Ja, precies, een beetje, hè? Vind ik ook, daar niet te veel. Ik denk het ook, hè? Zal ik het hierbij laten, in dat hoekje? Ja, hè? Zoiets. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat vond ik ook, ja. Niet te veel.
Even kijken, daar wil ik ook nog iets. En dan ga ik de, toch nog een beetje van die ruiten aanbrengen. Kan ik ook wel hier even mee doen. Daar ben ik nou toch mee bezig. Met dit iets, met dit borsteltje. Mixed Media Bruce. Die wil ik ook nog. Nou, en zo krijg je een geheel. Dan wil ik daar, ja, zie je, ja. Kijk. Kun je af en toe terugleggen, hè, om te zien of het wat is. Ja, toch, hè? Een beetje schoonmaken. Het zou zonde zijn, hè? Zo, en dan ga ik nu nog de randen doen. En ik wil nog wat spetters aanbrengen. Ik ga eerst de spetters doen. Dat doe ik met de Posca. Met de Posca ga ik dat doen. De zwarte Posca, eventjes goed schudden. En die spetters, dus heel eventjes mijn spulletjes wat aan de kant. En dan doe ik gewoon eventjes wat op tikken. Om nog meer een geheel ervan te maken. Kleine spettertjes. Ja, perfect zo. Oké. Okay. Ja, vond ik ook wel. Goed zo, hè. Niet overdrijven. Die ook. Ja, die ruiten, die zijn gaaf, hè? Ja, het is echt zo'n veelzijdige maatstencil. Echt helemaal super. Ja, je kunt er zo, je kunt er ook de randjes, hè? Je kunt er ook een randje op je werk mee maken. Ja, daar kan je van alles mee. Even kijken. In mijn geval wil ik dus de rand ook nog een kleur geven. In hetzelfde geel blijven. Een mixed media pagina, toch? Ik maak er niet eentje aan vast. Dus normaal, als je dus met twee pagina's werkt, hè, dan moet je deze rand niet beïnkten, zodat het één geheel wordt. Maar ik doe nou één pagina, dus deze doen we ook gewoon. Want dan heb ik altijd wel zoiets. Zo, even kijken. Ja, wist jij dat, dat je het mooi zou willen worden? Maria, leuk. Ja, leuk. Ja, bij mij zit het ook altijd onder de spetters, hoor. Dus ik ben al heel voorzichtig aan het spetteren geweest. Ik heb een bril op. Nou, volgens mijn dochter heb ik nog steeds witte spetters op mijn bril. En die zitten er dus al heel lang op. Ja, het zal. Even kijken, hoor. Wat wil ik nog meer? Ja, eigenlijk niet zoveel. Ik wil deze bloem, die wil ik erop hebben. Alleen, ik ben aan het knippen geweest. En daar heb ik dus nog een beetje witte randjes. En daar kun je dus ook weer iets mee doen. Dan kun je met Stabilo Al 8046, kun je daar een beetje bij werken. Zo doe ik dat tenminste. Gewoon lekker een beetje die witte dingetjes bijwerken. Dat kan ook, hè. Als je je eigen daaraan stoort. Dan moet je dat doen. Dan kan je gewoon wat wegwerken. Nou, kijk. En dan kun je het zo opplakken. En dan kun je weer of met deze. Of met een zwarte fineliner. Of met de Posca. Kun je er nog een lijn omzetten. Zodat het meer opvalt. Net als hier, zeg maar. Maar dat ga ik nu eventjes niet doen. Want... ik wil het dan zo eventjes laten, zeg maar. Ik ga dadelijk eerst de prijs weggeven. Dat ga ik eerst maar eens doen. Want het is 5 voor 30. Dus het wordt onderhand wel eens tijd, hè, om dat eens even te doen. Ik schrijf het even op. Ik wil van jullie een getal onder de 30. En dan mogen jullie nu doen. Oh, wacht. En dan moet ik wel eventjes... start drukken. Ik wil van jullie graag een getal onder de 30. En dan kunnen jullie deze stempelset en de mask waar ik mee aan het werken ben, kunnen jullie verdienen. Een getal onder de 30.
ik schrijf er eventjes op, dan laat ik hem niet zien, maar dat is wel zo eerlijk. Ik heb nog niet gekeken naar mijn beeldscherm, dus ik schrijf een getal op en dan mogen jullie raden en dan zoek ik er iemand uit. Dus ik moet wel even kijken of die mailen, hoe heet dat, of ik hem wel zie, mijn getal. Die ik dus op mijn briefje geschreven heb. Een getal onder de 30. En jullie maken dan kans op deze stempelset. Samen met deze mask. Die mag ik jullie weggeven aan één persoon. Maar dat snappen jullie wel, toch? Ik zie hem er nog niet bij staan. Even kijken. Maar dit is de bedoeling. Kijk, ik had er ook al eentje een beetje voor gewerkt. Om te kijken of het wat werkt. Dus ik heb er nou twee, zeg maar. Zo wil ik dat doen. Zie je dat dat toch weer maar verschillend is, hè? Nou, best wel aardig hetzelfde, toch? Ja. Even kijken. Een getal onder de 30. Van 0 tot en met 30. Nou, ik zie hem nog niet tussen staan. Dus jullie mogen nog eventjes verder draaien. Oh, nee. Zie hem nog niet tussen staan. Nee, onder de 30, Hani. Volgens mij is dat per ongeluk gegaan. Ja, kan gebeuren. Zal mij ook gebeuren. Jullie moeten iets lager denken. Oh ja, nee. Ja, ik zie je lager gekomen. Nee, is nog niet geraden. Tenminste, ik hoop het niet. Want anders... Nee, hè? Mijn man zit mee te kijken of het al geraden is. Nee, het is nog niet geraden, mensen. Nog eventjes doorraden. Normaal gesproken is dat van, je mag maar één keer intypen, maar in dit geval niet, hoor. Ik wacht totdat er iemand het juiste heeft geschreven. Dus ik zit de hele tijd te kijken. Ja, zo is het. Die hebt hem al. Ja, dat snap ik. Ja. Nee, geen 17. Die heb ik al heel veel gezien. Geen 17. Een ander. Nee, nee, ik zie hem nog steeds niet. Sorry mensen. 5 ook niet. Nee, nee, geen 5. Nee, ik zie hem nog steeds niet. Ah ja, Mirjam, je hebt het gevonden, want ik las jouw berichtje later dat je niet wist waar je het moest zoeken. Wat kan ik nog meer vertellen? Volgens mij had ik het al zo. Ja, Dia Martens, een 8. Dia, jij hebt de prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ik zeg stop, want het is geraden. Ik had een 8. Ik zal het laten zien. Kijk, hier staat het 8. Jij mag een mailtje sturen. Naar info@studiolight.nl. 90, nee, 8. Je had hem al genoemd, hebben Dia. Ja, hier zo. Ik zal hem even, vind ik leuk, doen. Dia Martens. Jij hebt de prijs gewonnen. Ja, er zit natuurlijk een, hoe heet dat op? Een vertraging. Van harte gefeliciteerd. Met deze. En... deze. Nou, volgens mij had ik het wel zo'n beetje ongeveer. Ja. Nou, ik zou zeggen heel hartelijk dank voor het langskomen. Mochten jullie een beginstukje gemist hebben, dan wil ik dit nog wel eventjes erbij leggen. Kijk, deze die staat op mijn YouTube kanaal. Dat zijn de viooltjes, maar dan heb ik ze losgeknipt. Dan kun je ook zien hoe ik het ingekleurd heb. Dus, en ook dit is allemaal met de watercolor set gedaan. Ja, dus dat kun je vinden op Anita van Merode. Een klein kort filmpje. Deze, die heb ik al eens gemaakt. En ik heb deze met de viooltjes gemaakt. Dit, dan moet nog afgewerkt worden. Maar daar komen ook de viooltjes op. Maar ik weet nog niet wat voor kleur. Ik denk dat ik hem iets feller maak of wat dan ook. Deze viooltjes, maar dan gewoon rechtstreeks erop. En ik had er nog eentje. Deze.
Die heb ik ook gemaakt al. Dus dat was mijn live uitzending. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie zijn komen kijken. Waar is mijn viooltje nou gebleven? Ah ja, die komt er nog op gemaakt, zeg maar. Die doe ik nog bewerken. Ja, nou heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke gezellig. Nog veel plezier vanmiddag bij Janine. Die komt om 4:30. En vanavond komt nog Rianne om 7:30. Dus dat zullen vast ook hele mooie live uitzendingen zijn. Nou, in ieder geval, dankjewel allemaal. En tot kijk. Doei! En fijne Pinkster, inderdaad. Fijne Pinksterdagen.